toch niet? Ja. Dus nou zitten de zes, nu kunnen de 26.000. Oké, okay, nou dan geef ik thuis de antwoord. Wacht even. Ga je nou echt serieus discussie met hem? Nee, ik ga met het publiek. Ben je niet goed bij nee, ik ga met ben je niet helemaal goed bij je hoofd? Nee, ik ga met het publiek in discussie. Want ja, bij de voorwedstrijd is 26.000, dus ik moet hun gelijk geven. Hey! Het is bij concerten. Dus het is kijk, ik heb de kluifmoeder dat jij mijn boek niet gelezen hebt. Maar die ga ik natuurlijk niet meer aan. Wie heeft Clans boek wel gelezen? Omdat iemand uit het publiek zegt, ja, met de wedstrijden wel. Volgens mij ben jij de quiz hier. Volgens mij ben jij de baas. Ja, daarom sinds goed dat die 1-1 is. Heb ik gelijk dat hij eerst ons gelijk gaf of niet? Nee. Ja, toch of niet? Ik kan er niks zeggen. Ja, toch of niet? Nee, ik kan er niks zeggen. Maar luister. Even, ik zal het zo uitleggen. Waarom? Ten eerste, bij een voorwedstrijd heeft er nog nooit op teletext gestaan dat er 34.000 stond. Er stond altijd iets van 22 of 18.000. En die meneer heeft denk ik gelijk, het is bij popconcerten 34.000. En bij voetbalwedstrijden 26.000. Hoeveel gaat erin in het Gelderdoomstadion? Ja, dat is waar. Daar gaat het toch om? Dat is waar, dat is een peppie. Ik bedoel, ik wou dat ik vroeger bestand een beetje meer gebruikt, zoals nu ik doe. Maar nu sta ik ervoor. Ja,